Welkom allemaal hier op een mooie locatie Wageningse Berg. We zijn hier met drie verenigingen. Hockeyclub in Wageningen, uit Wageningen, DVO, korfballers en de voetballers van Bennekom. We dachten dat het aardig was om die drie verenigingen, die allemaal veel ambities hebben, hier te verzamelen. En daarmee ook de presentatie van de teams voor de sponsors en de supporters en de pers iets aantrekkelijker te maken. Bert Jacobs zal het geheel aan elkaar praten. En die zal u wel uitleggen hoe hij dat gaat aanpakken. Ik zou zeggen, hou een half uurtje geduld en dan kun je weer verder bommelen. En om 9:30 gaat de bar dicht. Dat iedereen dat weet. Dus Sportpark de Bart in Wageningen. En dan hebben we het natuurlijk over de hockeyvereniging WMHC. En dan hebben we het vanavond over de Dames 1. De Dames 1 van WMHC, het lijkt wel een sprookje wat daar is gebeurd. Ja, volgens mij mag je dat wel zeggen, want het is ongelooflijk wat daar heeft plaatsgevonden. Dan kijken we op, kom staan. Gabrielle, kom er maar bij. De volgende is Imme van der Hoek. Imme Nederlands A voor team blok. Vijftien jaar jong. B-jeugd, afgelopen jaar in het schaduwteam van Nederland A. Groot talent, afkomstig van EHV uit Enschede. Klopt. Monique is 19 jaar, komt van SCHC, beter bekend als Stichtse, heeft er in de jeugd gespeeld en gaat nu haar pijlen richten op het allerhoogste niveau bij de senioren. Suzanne is 19 jaar jong, komt van vooraan een openbaarsklasse, spits, aanvalster. Ze studeert in Utrecht en een jaartje van de overgangsklasse komt er weer naar het hoogste niveau. Vandaar is ze naar de boek. Welkom. Ik kan het eens in het team ervoor hebben en dan ga ik daarna gelijk voor de schrijvende pers of wie dan ook wat nieuwtjes vertellen, denk ik. Dat is wel leuk. Want er gaat toch wat anders gebeuren bij het WMHC. Want er is nog een speelster aangetrokken. En daarom wil ik nu even het team van WMHC naar voren hebben, de dames heen. En natuurlijk de begeleiding. En natuurlijk hier naast mij trainer Arnoud. Arnoud Boersma, succescoach. Even voorop, want als ik dat hier zie, dat jonge team, en we lachen tussendoor gewoon naar die foto, maar is dit qua gemiddelde, is dat normaal op dit niveau, totdat de teams zo groot zijn of is dit uitzonderlijk? Dit is uitzonderlijk. Ik denk dat wij het jongste team van de hoofdklasse hebben, zeker met vijf jeugdspelers, dus daar zijn wij heel trots op. Ja, dat begrijp ik, dat ik heel trots op ben, maar dan moet ik eigenlijk gelijk de vraag stellen, hoofdklasse met zo'n jong team, is het dan echt, ja, wordt het dan een degradatiegevecht of zeg je van nou, we gaan verrassen? Dit jaar spelen wij in de middenmoot en binnen 4 jaar zijn we landskampioen. Zie, dit is ja, dat is geweldig. Nou, heb ik op mijn vet van de pers te horen gekregen dat bij het team hoort nog een meisje, die is nog niet aanwezig volgens mij. Volgens mij hebben jullie een nieuwe aangetrokken en wil je daar wat over vertellen? Wij hebben gisternacht hebben wij een Chinees aangetrokken, Yeting Li. En Yeting Li komt uit voor het nationale team van Azerbeidzjan. Zodra zij een visum heeft, komt zij ons team versterken. Nou, geweldig. Nou ja, helemaal top.
Dat ziet er goed uit, neem ik aan, want het is goed gekomen, de visum. Hartstikke leuk. Arnoud, namens iedereen, en we gaan straks natuurlijk even lekker kletsen. Heel veel succes, meiden, jullie ook. Zet hem op, maak er eens mooi van en geniet vooral, dat is het belangrijkste. Succes! We hebben net zojuist de presentatie gehad van jouw trots voor het komende seizoen. Dames 1 van de WMHC. Een heel jong team. Hoe sta je ervoor met het team? Wij staan er op dit moment heel goed voor. Wij zijn klaar voor de hoofdklasse. We hebben er ook heel veel zin in. We hebben 3 jaar overgangsklasse gespeeld. En we zijn eigenlijk wel toe aan een volgende stap. Dus daar kijken we enorm naar uit. Goede uitdaging. Is het reëel om deze stap te maken? Natuurlijk, die stap is gemaakt, maar heb je wat te zoeken op het enorm hoge niveau? Of doet die meiden er gewoon veel en veel te kort? Nou, wij denken wel dat we iets te zoeken hebben op dit hoge niveau. Wij hopen de play-outs te ontlopen aankomend seizoen. Dat is het doel van de meiden en ook van de staf. Of het lukt, dat moeten we zien. Maar wij hebben daar wel we hebben goede hoop dat dat gaat lukken. Nou, dat is een heel mooi streven natuurlijk. Je hebt ook een paar nieuwe krachten bijgekregen. Kan je er wat meer over vertellen? De nieuwe meiden? Ja, we hebben een paar hele goede meiden gekregen. Een heel groot talent uit Enschede. Meisje uit Utrecht, voor Daan, heeft ze gespeeld. Wil ook een stap omhoog. En verder Nathalie Sirisseau uit Canada, Canadese International. We hebben een meisje van SCAC, van Stichtse. Ook een jeugdig talent. En vannacht zijn we rondgekomen met een Chinees meisje die heel goed hockey, die hoofdklasse heeft gehockeyd ook in België. En die, we hopen haar zo snel mogelijk te mogen begroeten hier in Wageningen. Speelt in het nationale team van Azerbeidzjan ook. Ja, oké, okay. Dus ze valt onder die vlag van Azerbeidzjan. Nathalie, Canadees, is opgeroepen door haar bond. Moet daar de komende weken gaan spelen. Je gaat ze de eerste 2 wedstrijden missen. Volgens mij Laar en Amsterdam. Ja, Laar in Amsterdam. Nou is Amsterdam landskampioen. Dus die wedstrijd, we gaan in ieder geval ons stinkende best doen. Maar wij hebben haar er liever bij op het moment dat wij tegen ploegen spelen die in het rechte rijtje spelen. Begrijpen voorkomen. Want de eerste die de competitie start voor jullie is, mag ik zeggen, zwaar. Als ik heb gekeken naar Amsterdam, Laren en dan Kampong volgens mij, als ik het goed heb, is een mooi affiche. Ja, dat is een super mooi affiche en we kijken er ook enorm naar uit om daar tegen te starten. En ik denk dat we daar in ieder geval weer een hele hoop ervaring kunnen opdoen. Hoe bewaak je die meiden dat ze niet met open mond en grote ogen naar die grote talenten hun idolen staan te kijken? In plaats van, en voordat je het weet, met een paar nul misschien wel achterstaan, wat je natuurlijk niet wil. Ik bedoel, fris starten, de volop, maar dat is best wel moeilijk voor die jonge meiden. Ja, dat klopt. We hebben in ieder geval een aantal oefenwedstrijden gespeeld. Onder andere tegen Den Bosch, een team wat heel veel internationals heeft. Om oefenwedstrijden te spelen, dan win je al een beetje aan het feit dat je tegen dat soort meiden speelt. Dus ik denk dat dat geen rol meer zal spelen als we straks beginnen tegen Amsterdam en Laren. Ik heb ze buiten even gezien, ook even kort gesproken. Het is een gretige ploeg. Je bent er volgens mij helemaal klaar mee. En ik kan je alleen maar vanaf deze plek ontzettend veel succes wensen. En één ding weet ik zeker, ik kom zeker bij jullie kijken. Lijkt me ontzettend leuk, dankjewel. Ja.